Goedemorgen, het is tweede kerstdag. Het waait niet. Of het sneeuwt niet. Er staat alleen een keiharde wind van windkracht 7, dus ik denk niet dat ik ga fietsen vandaag. Ik heb geen zin om aan de Nederlandse kampioenschappen tegenwind mee te doen. Ik ga wel even op mijn hand trainen, dus ik ga wel even fietsen. En ik ga wel weer met dumbbells stoeien. Dus. Nou, dan heb ik dus kerstontbijt. Ja, geen originele, noem je dat, kerstbrood. Kerstbrood. Maar ik heb twee krekkertjes met kaas en ei. Met kaas en ei. Dus. We moeten allemaal de groeten hebben van onze diva. Heb Hunk. Hunkie. Die heb gisteren van die staafjes gehad. Zij had wel een kerstcadeautje. Ze heeft van die staafjes gehad en die vond ze heerlijk. En ik geef ze maar één nog wat, want het is toch kerstmis, hè? Dikkie. Dus, nou, mijn thee is klaar en ik ga eten. En ik zie u later. We zijn alweer aangekomen bij de lunch. Ik heb even lekker met de gewichten, met de dumbbells heb je ze gedaan. En die is op de home trainer. 45 minuten. Maar ik zou blij zijn als de sportschool weer open is, want ik vind dit helemaal niks. Gisteren ging ik in de trainen, vandaag ging ik in de trainen, morgen is hij open en dan ga ik even een uurtje heen. Nou, wat heb ik als lunch? Nou ja, er gaat geen kerst voorbij en het is een traditie bij mij. Zonder. Ragoe! Ik heb champignons ragout in de bakjes. Ja, dat zeg ik nogmaals, ik ga zo meteen even een stukje lopen. Want het is nog steeds de WK tegen de wind in fietsen. Er staat een storm van hier de Tokio. Ik kom wel heen, maar ik kom nooit meer terug. Dus. Ik zie net wel even wat ik ga doen vanmiddag. Maar ik zie u later. Goedenavond. We zitten al aan tafel. Ik heb geen recepten, of tenminste ik heb niet in de keuken gestaan. Ja, ik heb wel in de keuken gestaan. Maar de recepten staan er allemaal op. Ik heb pittige broccoli met... zoete aardappelfrieten en zalm, maar ja, de zalm in pesto saus en die had ik al kant en klaar gekocht, die hoefde ik alleen maar nog in de oven te duwen. Dus voor de rest is alles kant en klaar. Het ziet er wel fleurig uit, hè? Zo. Ja, wat heb ik gedaan vandaag? Nou, ik heb eerst 45 minuten op mijn handtraining gezeten. En ik heb nog even aan de dumbbells getrokken. En ik heb vanmiddag 20 kilometer gefietst. De eerste 10 kilometer was een Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen. Ik dacht dat ik nooit meer terug kwam. Maar op de terugweg was het 10 kilometer... met de windje mee. Dus dat viel allemaal wel mee. Dus ik heb lekker 20 kilometer gefietst en het was mooi weer. Stond een beetje wind, geen regen. Dus iedereen is misschien naar Kenia geweest. Maar dat kom ik niet. En dan zet je de televisie aan en dan vanmiddag
voordat ik wegging. En dan is die dikke Paul de Leeuw weer. Paul Alco de Leeuw. Ja, het is tweede kerstdag, maar het is in Engeland Boxing Day. En ik vind het twee dagen kerstmis, dat vind ik dit. Dus, ik hou helemaal niet van kerst. En morgen is de sportschool weer open, dus ik ga morgen even lekker trainen. Want maandag hoop ik eindelijk dat die bank komt. En een nieuwe telefoon. Dus, dan weet ik niet hoe laat ik thuis moet wezen. Ik ga nu even eten en ik wens u een prettige avond. En ja, ik maak deze filmpjes tot het nieuwe jaar. En dan is het over. Ik wens u een prettige avond.